Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag de allerlaatste Try to Love ooit in dit huis. Oh, Er is allemaal wat rare gasten op te nemen. Ja. Zonder mij, met Milo. Ja, Milo. Broer. Dus even, wij hebben meer dan een maand geleden is die online gekomen, hè? Onze laatste Try to Love. Ja. Maar ja, hallo, de vorige keer heb ik gewoon gevraagd dat je mij gewoon zwaar genegeerd hebt. Toen was je gaan pitten de dag en na, toen was ik al op vakantie. Waarom moet het altijd om 11 uur en heb je nooit gewoon even een maaltijd? Ja, bro. Life is going fast, living the fucking fast life. Nee, en nu hebben we dus het probleem dat stoofvlees dus geen ding heeft gemaakt. Stoofvlees op zo'n vakantie. Ja, maar stoofvlees, kom aan. Ik heb je laatst nog gedoneerd heel veel geld. Hoeveel? Ja, 5 euro volgens mij. Stoofvlees, maar schiet eens op. Maar nu gaan we kijken naar miljoenenjacht, leuke en grappige momenten. Ja, we hebben natuurlijk dit, want het is ongelooflijk maar waar, maar je hebt nog steeds, na die fantastische maand, video. Elke dag uploaden, een maand lang, waar je ongeveer miljoenen euro hebt verdiend, zo. Heb je niet, laat ons even je nieuwe D-Squared boek zien. Dit is trouwens Zalm voor Exane. Gaan we nog kijken, want we hebben nog 10 minuten te gaan. Ja, inderdaad, we moeten verhuizen, dus oké, laten we maar gaan kijken. Oh, wacht. Mensen. Nieuwe regel, ja. Leuk. Waarom ken je dit al? Ja, ik heb wat meegedaan. Ik heb die met Milo gezien. Die was wel leuk. Ja. Nou, in ieder geval een nieuwe regel. Aanbevolen, vandaag niet lachen. Oké. En even abonneren. Ik heb 600.000 abonnees. Ik heb bijna een miljoen, man. Hé, hey, man. Ik heb 8 ton gehad laatst. Echt? Ja, man. Hé, bro. Bijna een miljoen, man. Hé, man. Sowieso een Roels vanavondigjarig. Hé, man. Lekker, man. En Rob? Ja, Rob is gewoon... dik. Maak de naam van het bekende spel om iets te loten af. Steen, papier... Erik? Nu zeggen? Nu? Kool. Te laat! Oh, het is niet goed! Maar ja, je probeerde het wel! Maar hoe kan Linda daar niet fucking uit lachen? Hij heeft steenpapier... Hij begon met de S. Super Mario heeft een rode pet, maar hoe heet... Ja. Mario heeft een rode pet, maar hoe heet zijn broer met de groene pet? Yolanda. Robert? Bro, je staat al eerste. Of staat zijn laatste juist? Ik ken dit spel. Je moet zo'n vraag goed en dan schuif je een positie op. En op het einde van de tijd moet je dan voorste positie staan. Oh. Maar ze stond al eerste en die andere wist het ook niet. Maar eigenlijk hoef je helemaal niks te doen tot de laatste paar vragen. Je moet wel zorgen dat je eerste staat. Ja, maar ja. Maar als je zo eerst staat en je blijft zo goed, dan blijf je eerste. Oh, ja. Plaatsnamen uit Noord-Brabant. Biezenmort. Maar dit ken ik wel, dit. Hetzelfde programma. Oh. Dat is een loting ervoor. En tot slot Budeldorplein. Fijn dat jullie... Dit vind ik nou wel weer leuk. Heel de action lege koffer, het decor. 9. Ik adem ervan. Ja, ik duim. Zit er een lage in 9? Ja! Oh, Danielle! Bro, hij laat hem mee zoals jij. Maar wie spot dit? Bro, ik dacht alleen maar lekkere wijven die covers openen. Het staat een van de padjakken. Ongelofelijke hunk, jongen. Ongelofelijke hunk. 26. Koffer 26 en daar zit in... een euro, 5 euro. Oh. Ah, 2.500 euro. Die is goed. 2.500 euro, één story op Ed Koen. Oh. 18. Koffer 18. En als daar een laag in zit... Oh, wat goed dit! Waarom komt zij klaar? Want wie was de snelste? Dit is wel gewoon erg een vatte programma. Ik ga lekker kijken van nu. Wat een goed programma, joh. We hebben nog 4 koffers. In één van die koffers zit een gloednieuwe auto. Zo! Ik heb ook nog 3 desks in de aanbieding. Nee, ik kies een koffer. Hé? Wat is dit? Wat is die ook in de aanbieding? Wat is ook een aanbieding? Nog even terug, want ik hoor het ook niet. Ik heb ook nog 3 desks in de aanbieding. Nee, ik kies een koffer. Desks? Hè? Desk, dan mag je waarschijnlijk daar staan in die volgende. Oh ja. Ja. Oh. Wat is dit? Nee, ik ga het sowieso slecht doen in die... Ja, zelfkennis. Hij heeft sowieso ROC Sport in mijn wegen ingedaan. Ja. Maar je bent niet van de quizvragen? Nee, zeker niet. Wat is de hoofdstad van Noorwegen? Geen idee. Die plek achter de laatste desk is voor... Kevin Kranz! Op stoel 45! Nee, dit kan echt niet. Dit is Rick. Ja. Ty wint het nu ook nog. Dat hij gewoon... Ja, deze guy heeft het echt gelukt. Dit is fucking mooi. Hij schaapt zich een beetje. Ja, nou moet ik er toch weer staan. dit is wel leuk. De eerste dat hij al zo'n vat weer rint, dat hij dan nog een keer moet. Is wel echt dubbel leuk. Ja. En ik wil niet vervelend doen, Klaasie, maar als je nou niet fluit... Ja, ik weet het. Dan kan je fluiten naar het geld. Nummer 3. Het... Zo. Heel verrassend, Klaasie. Jij krijgt tot een maximum van 50.000 euro de inhoud van koffer nummer 3. Wat zit erin voor Jeroen? Oh, 50k. Te veel. Nee, wel. Oh, krijg je dan wel 50k? Nee, ja, 50k. Ja. Oh. Koffer is voor jou, Jan Terbeek.
Oh, Jan is blij hoor. Hoe lekker is dat, Jan? Ja, dat is geweldig. Ja. Ik weet niet of je even wilt testen of die doet. Misschien één keer even fluiten, dat we je horen. Oh. En laat maar even horen of je er blij mee bent. Dankjewel. Hey! Oh, prijs ook. Home sound system, jongen. Dankjewel. Hey! We willen de paton daar weg. Ja. Welke overheidsdienst wordt bedoeld met de sterke arm der wet, volgens Van Dalen? En dat weet Guido. Politie. Wat zeg je? De politie. Ja, dat is goed. Je blijft eerste. De politie. Ja, weer gelijk, hè? Het is een beetje een schokkerig beeld, maar ik hoop dat het goed aankomt. Ja, dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Heel veel succes zometeen, Wim Langendijk. Ja, Wim! Wim zit nog in de kast, denk ik. Eerst nummer 4. Nummer 4, maak maar open. Oh, wat zit er in nummer 4? Alle goede, je moet doorspelen voor die FOMO. 500.000. Jezus, wat een k-productie. Jongen. Zo, daar zie je dan een productie met de handen in je haar, jongen. Zit er in koffer 14, ik durf niet te kijken. Doe maar open. Oké, op zijn kop, please. Iets laags, hè? Het lijkt alsof zij, alsof hij gilt. Dit is echt tering van, toen moet je het lekker alsof zij gilt. Wat is dit een goed programma, joh. Holy fuck. Bij 3 mag je hem openmaken. 1, 2, 3. Wie heeft het voor jullie afgelopen? Dat is toch niet echt. Dat kan toch niet, hè? Wat is dit, joh? Wat een goed programma. Ik ga voor de achterdes. Aska achterdes. Ja, dat is een spel, ja. Dat gaat zeker niet meer. Wat een memes, joh. Wat een goed programma, joh. Maar joh, die wordt inderdaad heel veel meer bij de champagne tegen. Deze gast maakt het leuk. En met wie bent u naar de studio gekomen? Met mijn zoon Arnoud. Ah, en krijgt hij die andere fiets of heeft hij dat nog niet bedacht? Wij hebben zelf al elektrische fietsen, dus ik kan ze aan de kinderen geven. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Ik zie ook iemand heel blij kijken. Arnoud, jongen. Kom, ik aan die man. Ga je daarheen en dan win je een prijs. Is het een fucking elektrische fiets? Wat een kut. Hey, jij lacht, hè? Ik niet. Je hebt een auto, jongen. Waarom doen mijn oude mensen hier aan mee? Ja, want alleen die te laten naaien de postcode loten, ja. Oh, we zijn er al doorheen. Wat? Ja! Nee! Yes! De allerlaatste! En daarmee ook de allerbelangrijkste. En de allereerste. Hij wint hem! Dames en heren, bedankt voor het kijken. De laatste Trials of Love in Casa del Huts. Maar we stoppen niet, hè? Weet ik niet. Nee. Maar waar gaan we nu opnemen dan de komende tijd? Bij mij of bij jou? We hebben allebei een half afhuis nog. Dat is waar, ja. In het park. Oké, gewoon in het park de volgende. De volgende is in het park. De volgende is in het park. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Doe het goed. Doei. Draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Kan ik chillen? Altijd kan ik chillen.